Wij denken dat NVA geel in alle geval zeer waardevol kan zijn voor de ontplooiing van de Kempen en meer specifiek voor onze eigen gemeente wat de samenwerking betreft tussen de grootste hogeschool van geel, de KHK, en tussen dus onderwijs en ondernemen. Wij denken dat dat een zeer belangrijk gegeven is. Bovendien gaan wij ook de mobiliteit, waar toch wel in de Kempen problemen zijn, de ontsluiting van Noord-Zuid, de mobiliteit in geel gaan wij als prioritair punt meenemen in onze verkiezingsaanloop. We gaan Turnhout terug een hart toebrengen. Dat wil zeggen dat we terug een sterk punt gaan maken van de sociale economie. Ook van andere sociale dingen, sociale woningbeleid enzovoort. We gaan echt Turnhout terug proberen op de kaart te zetten en een hart te geven. Wat we naar volgende legislatuur toe willen doen met de horeca, dat is veel meer integratie van toerisme en horeca. Vandaag zijn dat eigenlijk twee verschillende dingen, terwijl iedereen begrijpt wanneer we meer toeristen naar Braschaat kunnen halen, dat daar eerst in eerste instantie de horeca en ook de rest van de middenstand daarvan zullen profiteren. Maar wat wij zeker ook niet vergeten, is dat we spreken over slachtoffers die ook in onze stad wonen. Mensen die toxicomaan zijn, die een verslavingsproblematiek hebben, zijn natuurlijk in eerste instantie slachtoffers die ook hulp verdienen. We staan hier in de Antwerpse Safehoek op het Sint-Jansplein. Dit is een hotspot voor de handel in drugs, het verbruik in drugs. NVA wil daar de strijd tegen aanbieden. Dat betekent dat we de drugsdealers uit deze stad willen verjagen, de drugsrunners uit deze stad willen verjagen. We willen daar heel veel nieuwe middelen voor inzetten, creatieve middelen ook. Aan de andere kant willen we mensen die een verslavingsprobleem hebben, helpen. En vandaag heeft Kevin Vreken, een urgentiearts van het Stuivenberg ziekenhuis, die elke dag op de frontlijn staat, eigenlijk ons rondgeleid in de wijk en ons uitgelegd wat er hier moet gebeuren. En dat nemen we mee naar oktober. We hopen dat we er goed werk van kunnen maken. Mechelen zit op droog zaad en toch blijft men grote prestigeprojecten uitvoeren. En dat weten wij dat dat ten koste zal gaan van de belastingbetaler. En wij willen dat een halt toeroepen. In deze tijden van budgettaire schaarste, van economische crisis, vinden wij dat men een beetje de tering naar de nering moet zetten.